Nico, we zijn altijd heel veel pooltafels van jou gewend en nu staat er ineens een podium. Ja, dat zijn een beetje veranderd in de loop der jaren. We moesten andere activiteiten ontwikkelen om de loop erin te houden. En dit is een van de onderdelen daarvan. Ja, wie is er vanavond aan het spelen? Sportact. En dat soort bandjes, dat hebben jullie nu iedere zondag hier spelen? Nee, eens in de, twee keer in de maand. Eén keer akoestisch, één keer poppodium. Dit is de akoestische versie, dus dat is wat rustiger. Een beetje setting van tafeltjes bij het podium staan. En het poppodium is dan meer een dansvloer te creëren. En wat, ja, vaak wat ruiger en harder muziek. Ja, het is eigenlijk gelijk een heel ander sfeertje dan alleen maar poelen. Ja, dat is zeker. Ja. Maar het gaat wel samen. Je ziet, de pooltafels zijn nog steeds bezet. Dus het gaat ook wel samen. De geluidsinstallatie is goed genoeg om dat te overstemmen. En kun je de sfeer een beetje omschrijven? Nu bedoel je? Ja, huiskamergevoel. Hoop ik dat een beetje te creëren met lichtgeving en tafeltjes dicht bij het podium en mensen die allemaal gaan zitten. En, ja, wie staan er bijvoorbeeld nog meer op de planning? Wat hebben we nog meer staan? We hebben in ieder geval een band uit Engeland staan, een beetje upcoming bluesband. We hebben de Barrel House komt weer terug, een fantastische bluesband natuurlijk. En nog de Stage Quotes staat op de planning. En nog een Bluff Tribute en een Katwijkse band, Los Zand. Bandavond bij de Pocket, gezelligheid. Ja, dat is wel de bedoeling, ja. Uiteraard.